Welkom bij deze laatste videoles Nederlands voor 5 AVV. Vandaag hebben we het voor een laatste keer dus over literatuur, over auteurs en, hoe kan het ook anders, hoofdzakelijk over poëzie. Nadat we vorige keer spraken over romantiek en neoromantiek, is het vandaag tijd om naar de andere kant van de slingerbeweging te kijken. En ik hoop dat iedereen daarbij begrijpt wat ik bedoel wanneer ik het over die slingerbeweging heb. In de geschiedenis van de beeldende kunst, de muziek, de politiek en ook van de literatuur dus, heb je een interessante heen- en weerbeweging tussen uitersten. Bij politiek gaat het dan over de slingerbeweging tussen links en rechts, tussen conservatief, conserveren, behouden wat is, en progressief, verandering en eventueel vooruitgang, tussen gemeenschap en individu, enzovoort. Bij de kunst gaat het dan vooral over een soort van heen- en weerslingeren tussen realiteit en fantasie, maar ook het contrast tussen het individu en de gemeenschap en de spanning tussen maker en het gemaakte, dus de maker van het werk en het werk zelf. Maar die zaken die kunnen dus ook in die beweging worden getrokken. We hadden het dus over de romantiek, waarbij duidelijk werd dat er sprake was van een vlucht naar de fantasie, weg van de werkelijkheid. Ook in de neoromantiek was een gelijkaardige beweging aanwezig. Vandaag hebben we het echter over de andere beweging. Een beweging die net dichter bij de realiteit wil komen, of er naar terug wil keren als een reactie op de romantiek. In die context bespreken we eerst het realisme, met de extremere versie ervan, namelijk het naturalisme, waarna we weer dichter bij het heden zullen komen met het neorealisme. Opnieuw voorzie ik commentaar bij de inhoud van jullie kennisoverzicht, ik overloop kenmerken, waarna er ook enkele schrijvers en iets uit hun werk aan toegevoegd zullen worden. Kortom, de gekende aanpak, waar dus ook weer een laatste Google Form bij zal horen. Zet jullie dus nog een allerlaatste keer schrap. Daar gaan we. We beginnen met een deeltje over het realisme. Je vindt deze info ook in je leerboek op pagina 303. Goed, laten we beginnen met het realisme. Je ziet dat we dan spreken over de periode tussen 1800 en 1920. Maar wacht eens, was dat niet net dezelfde periode als de romantiek? Zaten we toen niet tussen 1800 en 1880? Helemaal juist, ja. En als ik eraan mag toevoegen, bijzonder scherpzinnig opgemerkt, beste leerling. Net als de romantiek is het realisme immers een soort van reactie op de toenemende industrialisering. Voor de hogere sociale klassen zorgde die voor groeiende welvaart, maar voor arbeiders betekent ze soms bittere armoede en uitbuiting. Waar de romantiek bij wijze van reactie op de vlucht sloeg in de richting van de fantasie, koos het realisme voor de confrontatie. In plaats van lieflijk, sentimenteel en fantastisch fantasieachtig te doen, zoals in de romantiek het geval was, ging men de realiteit beschrijven zoals ze was. Die realiteit was soms hard, maar bood ook een zekere mate van hoop. Arbeiders begonnen zich immers, onder invloed van het opkomende socialisme, meer en beter te organiseren om hun rechten af te dwingen. Ik geef jullie nu de kenmerken van het realisme als stroming in de literatuur en bij uitbreiding in de kunst in het algemeen. Hou in je achterhoofd dat we ons ongeveer in het midden van de 19e eeuw bevinden, dus zo rond 1850, wanneer deze stroming haar hoogtepunt bereikt. Een eerste kenmerk betreft het onderwerp van de realistische kunstenaar. Dat zoekt hij niet in de geschiedenis, de mythologie of de fantasie, zoals in de romantiek, maar wel in de bestaande realiteit. En deze wordt trouwens zo objectief mogelijk weergegeven. Het tweede kenmerk behandelt de personages. Aanvankelijk ging het in de realistische kunst en literatuur vooral over het leven van de middenklasse.
Onder invloed van het opkomende socialisme werden later ook de sociale omstandigheden van arbeiders belicht. Daarbij werd veel aandacht geschonken aan het kleine en het gewone. Ook details werden nauwkeurig beschreven. Romans en schilderijen worden geëngageerd. Dat betekent dat ze een politieke stelling innemen en een soort van sociaal protest uitdrukken. Natuurlijk was daar voldoende inspiratie voor. De 19e eeuw zag er immers helemaal niet rooskleurig uit. Een derde element is te vinden in het ontstaan van de klassieke roman. Met andere woorden, het ontstaan van een vorm van het boek zoals wij dat nu kennen. Daarin stond destijds een natuurgetrouwe uitbeelding of sociaal-psychologische analyse van mens en maatschappij centraal. Ten slotte vermeld ik nog dat het vooral de epiek, dat zijn dus de langere, doorlopende, verhalende teksten, en de dramatiek, dat is dus alles wat met toneel, met theater te maken heeft qua tekst, dat het dus die twee genres waren die in het realisme de bovenhand hadden. Ziezo, en dan heb ik het nu graag nog even met jullie over een auteur die in deze stroming heel belangrijk is geweest. En dat eigenlijk nog steeds is. Ik heb het dan meer bepaald over Edward Douwes Dekker. Beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli. We hebben het nu over Multatuli. Goed, Edward Douwes Dekker. Dat was een Nederlandse auteur en ambtenaar. Hij is geboren in Amsterdam in 1820. Als schrijver was hij vooral bekend onder zijn pseudoniem Multatuli, wat Latijn is voor ik heb veel gedragen, ik heb veel leed, miserie gedragen. Hij schreef ook toneelstukken en pamfletten. Na zijn kindertijd in Amsterdam trok hij in 1838 naar Batavia in Nederlands-Indië, dat is het huidige Indonesië. Daar zag hij de vele wantoestanden die ontstonden onder het Nederlandse koloniale bewind. Deze indrukken verwerkte hij in zijn debuutroman met de titel Max Havelaar. En dat boek heb ik hier. Voilà, kijk. Dit boek schreef hij in 1859 in Brussel. Hij leidde een armoedig bestaan, maar hij schreef aan een ongelooflijk tempo. Het meer dan 300 bladzijden tellend werk werd geschreven tussen 16 september en 13 oktober 1859. Eerst in een kladversie, weliswaar. Vervolgens werkte hij nog 3 weken aan een netversie, tot zijn ogen ontstoken raakten. Qua vorm is Max Havelaar opgebouwd uit raamvertellingen, verteld door 3 vertellers. Droogstoppel, Stern en Multatuli zelf. Door deze structuur is Max Havelaar een typisch voorbeeld van een dubbelroman. De inhoud van Max Havelaar werd niet door iedereen geaccepteerd. Zo zou de auteur een mooie job aangeboden gekregen hebben als hij het boek niet zou uitgeven. Toch was er ook bewondering. Edward Douwes Dekker, of Multatuli, was bekend bij grote namen uit die tijd zoals Sigmund Freud en Karl Marx, die naar het schijnt zelfs pogingen zouden gedaan hebben om zijn werk in het Nederlands, in de originele taal dus, te lezen. Hij had ook veel invloed op schrijvers die na hem kwamen. Op 67-jarige leeftijd overleed Edward Douwes Dekker aan de gevolgen van een astma-aanval in zijn huis te Ingelheim am Rijn. En wacht eens. Tingelem op den Rijn. Het land was algader zijn. Doet dat nog ergens een belletje rinkelen? Ja, dat is het begin, of dat staat in de beginversen van Karel en de Eligast. Zou alles dan toch met elkaar verbonden zijn? Stel je voor. Kom, we dwalen af. Op naar de volgende stroming. En, sorry, we maken het nog iets somberder. We gaan kijken naar het naturalisme. In het volgende deeltje hebben we het over het naturalisme.
Je vindt deze info ook in je leerboek op pagina's 303 en 304. Ik zou zeggen dat het tijd is voor een tweede stroming, maar dat mag ik niet zeggen, want als ik dat zou zeggen, dan ben ik iets verkeerds aan het zeggen. Het is te zeggen, ik zou niet helemaal zeggen wat ik moet zeggen, en daarom zal ik het voorlopig ook nog niet zeggen zoals ik het wou zeggen, of heb gezegd. In feite is het niet helemaal juist om te spreken van een tweede stroming. Ik zal dat dus ook niet zeggen. In plaats daarvan zeg ik wat je in je boek op pagina 303 vindt bij het titeltje Naturalisme. Kan je nog volgen? Goed, dan ga ik verder. Het naturalisme is een verdere uitwerking van het realisme. Net als in die stroming gaat het ook nu weer vooral om romans en toneel. Ik overloop graag met jullie een viertal kenmerken. Ik heb gezegd. Eerst en vooral zou je kunnen zeggen... Ik ga stoppen, ik zweer het. Eerst en vooral zou je kunnen zeggen dat het naturalisme naar dezelfde werkelijkheid kijkt als het realisme, maar dan door een zwarte bril. De literatuur is somber, pessimistisch en gaat uit van het fatalisme. Daarbij stelt men dat het leven van de mens helemaal door het noodlot wordt bepaald en dat vrije wil niet bestaat. Joepie. Het tweede kenmerk gaat over datzelfde noodlot. Voor naturalisten is dat namelijk niet geheimzinnig of onbevattelijk of zo. Nee, ze verdelen het zelfs in drie duidelijke elementen. Het milieu waarin de mens opgroeit, de tijd waarin hij leeft en alles wat hij van zijn ouders erft. Die drie factoren samen, die bepalen de mens of hij dat nu wil of niet. Als hij zich ertegen verzet, dan verliest hij zelfs. Het is net die trieste voorbestemming die de naturalisten beschrijven of proberen te beschrijven. Ten derde gaat het over de personages. Die zijn vaak duister, marginaal, labiel en soms psychologisch gestoord. De driften sturen de mens en vooral in de lagere sociale klassen gaat het er daardoor vaak gruwelijk en hard aan toe. Dit vinden de naturalisten bijzonder interessant. Een laatste kenmerk behandelt de taal. Personages spreken in naturalistische teksten immers zoals ze zijn. Doordat veel dialogen in dialect geschreven zijn, wint de tekst aan authenticiteit. Aan echtheid dus. Internationaal spreken we bij het naturalisme over auteurs als Émile Zola in Frankrijk, de Scandinavische toneelauteurs Ibsen en Strindberg en de Russische auteurs Dostojevski en Tolstoj, beiden gespecialiseerd in dikke boeken. Bij ons zie je in je leerboek ook enkele namen staan. De belangrijkste zijn Louis Couperus en Cyril Buysse. Stijn Streuvels, pseudoniem van Frank Latteur, was een belangrijke Vlaamse schrijver die aanvankelijk realistisch schreef, maar in een werk als De Vlasgaard in de richting van het naturalisme evolueerde. Ik zal in deze stroming geen schrijversportret geven, zodat we meteen verder kunnen met het neorealisme. Vooruit. In het tweede deel van deze les hebben we het over het neorealisme. Nee! Voor het allerlaatste onderdeel van deze videolessen gaan we naar de jaren 60 tot het heden. We zitten in een hoopvolle periode met technologische vooruitgang en een toename van de welvaart. Toch loert na deze zogenaamde Golden 60s de crisis van de jaren 70 om de hoek. En dan keert de romantiek dus terug in de vorm van de neoromantiek. Verschillende mensen en groepen geloven niet dat er geen einde is aan de toename van de welvaart en klagen de consumptiemaatschappij aan.
Verzet en engagement spelen een rol en ook communicatie wordt cruciaal. Een kunstenaar als Christo, die pas onlangs is overleden, keert terug naar alledaagse dingen, maar biedt een nieuw perspectief door ze in te pakken. Letterlijk. Een nieuwe vorm van het realisme is geboren, het neorealisme. Hierbij is het van belang om een onderscheid te maken tussen Nederland en Vlaanderen, vooral wat het literaire betreft dus. Deze stroming ziet er in beide streken immers enigszins anders uit. In Nederland wordt in 1958 het tijdschrift Barbarber opgericht. Hier rond verzamelen dichters die de literatuur op een nieuwe manier willen benaderen en zich zo willen afzetten tegen de ingewikkeldheid van de poëzie van de vijftigers. Je weet wel, met dichters als Lucebert en Hugo Claus. De dichters van de nieuwe beweging, die zichzelf heel origineel de zestigers noemen, willen niet meer naar binnen kijken, naar de taal zelf dus, wat ondoordringbare gedichten met zich mee heeft gebracht, maar wel naar buiten kijken, naar de werkelijkheid. Die wordt zelfs een kunstvorm op zich. Zo worden boodschappenlijstjes, krantenberichten en reclamefolders als ready-made, weet je nog wel, uit hun oorspronkelijke context gehaald en in dichtbundels verzameld. In België, meer bepaald in Vlaanderen dus, komt die Nederlandse afstandelijke interesse ten opzichte van de werkelijkheid niet echt voor. De Vlaamse dichters en de mildere Nederlanders kiezen eerder voor een eigen creatieve aanpak, vaak met een menselijk kantje, een autobiografische ervaring die ze daarin verwerken. Ze willen weer begrepen worden. Daarom vinden ze dat poëzie weer moet functioneren in het leven van alle dag. Eenvoudige onderwerpen, de kleine dingen des levens. Hun motto is dan ook: doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Ook hun schrijfstijl passen ze aan deze ingesteldheid aan. Ze kiezen vaak voor parlando. De gedichten zijn geschreven in spreekstijl. Dus de spreektaal en de schrijftaal beginnen steeds meer te overlappen. Geen ingewikkelde, ondoorzichtige zinnen meer, maar de alledaagse taal die de spreektaal benadert. In tegenstelling tot de Nederlandse dichters zijn de Vlamingen dus niet afstandelijk, maar wel betrokken bij de werkelijkheid. Dat uit zich ook in een sociaal gerichte inslag. In Vlaanderen spreken we dan over Herman de Koning. In Nederland gaat het dan vooral over Judith Herzberg en Rutger Kopland. Een speciale figuur die ik ter afsluiting graag met jullie bespreek is Roland of Roland Joris. Ter afsluiting bespreek ik met jullie nog vier dichters. Tijd voor de allerlaatste schrijversportretten. Laten we dit laatste, snelle overzicht van neorealistische dichters beginnen met twee Nederlanders. Ik weet het, ik heb net de Vlaamse variant min of meer uitgelegd, maar deze twee Nederlandse dichters horen ook bij die stijl. Het zijn zogenaamd milde neorealisten. De eerste is Rutger Kopland. Die naam is een pseudoniem van Rutger Hendrik van den Hoofdakker. Hoofdakker, Kopland, heb je. Kopland werd geboren in 1934 in Goor, Nederland, en overleed in 2012 in Glimmen, ook in Nederland. Van beroep was hij psychiater, maar bij een groter publiek werd hij bekend als dichter. Zijn stijl is onnadrukkelijk en observerend, met veel aandacht voor het gewone woord. In zijn gedichten worden algemeen menselijke thema's belicht. Er is ook plaats voor gestolde momenten, korte impressies, bespiegelingen over vergankelijkheid, het voorbijgaan van het moment of het scheppingsproces van de dichter. Je zou zijn poëzie als toegankelijk kunnen omschrijven. Toch vind je er dus ook de nodige diepgang in. In de recente 1-serie GR5 over wandelende vrienden die hun verdwenen vriendin zoeken,
worden gedichten van Rutger Copland gebruikt. Ik lees er dan ook graag eentje aan jullie voor. Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen. Zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie je wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. De tweede Nederlander is in feite een Nederlandse. Ze heet Judith Hertzberg, leeft nog steeds en werd net als Copland geboren in 1934. Ze is dichteres en toneelschrijfster. Als kind van een Joodse familie wist ze tijdens de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen van het transport naar een concentratiekamp en leefde tijdens de rest van de oorlog ondergedoken. Hertzberg is politiek geëngageerd. Zo schreef ze een gedicht over een meisje dat enkele maanden voor haar eindexamen teruggestuurd zou worden naar Servië. Dit gedicht stuurde ze naar NRC, een van de belangrijkste kranten van Nederland. Van haar lees ik graag het gedicht Daglicht aan jullie voor. Daglicht. Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan, gordijnen open, de radio aan, was plotseling Scarlatti, heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het, hoewel, misschien, hoewel, tenslotte nog in orde. Met de derde dichter uit dit overzichtje gaan we naar Vlaanderen. Herman de Koning was een Vlaams dichter, essayist, journalist en tijdschriftuitgever. Hij staat bekend als de man die zijn volk poëzie leerde lezen. Vooral met zijn eerste dichtbundel, De Lenige Liefde, uit 1969, maakte hij poëzie toegankelijk voor iedereen. Hij herwaardeert hierin de gewone taal en dus ook het gewone leven. Dit maakte hem dus tot vader van het nieuw of neorealisme. In een volgende dichtbundel, die hij schreef naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, verbergt hij zijn gevoelens door te spelen met taal. In de loop van zijn verdere dichtwerk evolueerde hij steeds meer in de richting van een romantische stijl. Herman de Koning overleed in 1997 in Lissabon. 10 jaar later, in 2007, begon men met de uitreiking van de Herman de Koning Prijs, een vooraanstaande prijs voor dichters, die dus ook deels ter herdenking wordt uitgereikt. Van hem zou ik veel willen en kunnen voorlezen, maar ik zal me andermaal beperken tot 1 gedicht, namelijk Je truitjes. Je truitjes. Je truitjes en je witte en rode sjaals en je kousen en je slipjes, met liefde gemaakt, zei de reclame, en je brassières. Er steekt poëzie in die dingen, vooral als jij ze draagt. Ze slingeren rond in dit gedicht als op je kamer. Kom er maar in, lezer. Maak het je gemakkelijk. Struikel niet over de zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen. Gaat u zitten. Intussen zoenen wij even in deze zin tussen haakjes, zo ziet de lezer ons niet. Hoe vindt u het? Dit is een raam om naar de werkelijkheid te kijken. Alles wat u daar ziet, bestaat. Is het niet helemaal als in een gedicht? Ja, het is tijd voor de allerlaatste, vrienden. Snik maar een beetje. Huil luid op. Knuffel je kat of je hoofdkussen, want het is een triest moment. Gelukkig is er nog de troost van de poëzie.
Ik laat jullie graag nog kennis maken met Roland of Roland Joris. Ik ga kiezen voor Roland in de verdere uiteenzetting. De dichter waarover ik, of over wie ik, mijn masterscriptie heb geschreven. Roland Joris werd geboren in Wetteren in 1936. Na een studie Germaanse talen werd hij leraar Nederlands en Engels in Lokeren. In 1956 debuteerde hij met de bundel Gitaar. Een jaar later bracht hij Bluebird uit, waarin hij verwees naar de jazzartiest Charlie Parker. Deze bundels waren uitlopers van de poëzie van de 50ers. Experimenteel dus, of post-experimenteel. Vervolgens laste hij een rustperiode in van 10 jaar. Nu, laat je niet misleiden, rust betekende niet publiceren. Hij verdiepte zich wel in deze periode in hedendaagse beeldende kunst, zoals pop art, color field painting en het werk van Roger Raveel en Raoul de Keizer. Tot april 2005 was Roland Joris trouwens conservator van het Roger Raveel Museum, wat zijn band met de beeldende kunst alleen maar bevestigt. Wanneer hij in 1969 terugkeert in de poëziewereld, dan is dat met de bundel Een consumptief landschap. Samen met de twee daaropvolgende bundels, getiteld Laarne uit 1971 en Het Museum van de Zomer uit 1974, is dit werk dat als neorealistisch gezien kan worden. Maar Roland Joris zal er zo meteen voor zorgen dat alles wat ik in de afgelopen weken zorgvuldig heb opgebouwd, als een kaartenhuisje in elkaar zal vallen. En toch vind ik het nog steeds een tof. Straf, hè? Goed, let op. Ik verdeel mijn uiteenzetting in enkele puntjes. 1. Ik heb gezegd dat Roland Joris als uitloper van de experimentele dichters van de 50ers is begonnen. 2. Daarna vertelde ik dat hij een nauwe band ontwikkelde met hedendaagse beeldende kunst. 3. Vervolgens had ik het over zijn als neorealistisch te interpreteren bundels. En ik voeg daar een 4e puntje aan toe. Na zijn zogenaamd neorealistische periode ging Roland Joris steeds minder woorden gebruiken in zijn poëzie. Zijn gedichten worden letterlijk kleiner en smaller. Hij gaat ook niet meer puur de realiteit beschrijven, maar voegt er elementen aan toe waar meer over nagedacht moet worden, maakt alles abstracter en gaat zijn gedichten ook beschouwen als een soort van moderne, beeldende kunstwerken, als een soort van sculpturen. En daardoor wordt het lastig. Ik probeer het uit te leggen. Joris is een dichter die in zijn zogenaamd neorealistische periode echt gelabeld werd als neorealist. En dat etiket heeft hij heel lang meegedragen. Ook nu nog wordt hij in literaire overzichten nog vaak genoemd als neorealist. Toch is het vrij duidelijk dat hij in zijn poëzie al snel weggeëvolueerd is van die stroming. Hij werd spiritueler, meditatiever, beschouwender, minimalistischer en ging de leegte ook als vorm van poëzie beschouwen en gebruiken. Ook eerdere gedichten uit zijn vroegere periodes zou je achteraf gezien zelfs niet, of toch niet uitsluitend, als nieuw realistisch, maar wel als voorbodes van zijn verdere evolutie kunnen beschouwen. Toch raakte Roland Joris, zoals gezegd, maar moeilijk van zijn etiket af. En dat is dan ook de laatste boodschap die ik jullie wil meegeven. Etiketten en vakjes, zoals stromingen en stijlen, zijn handig voor ons, mensen, om dingen te begrijpen en onder te verdelen. Het probleem is dat je, eens iemand in zo'n vakje zit of zo'n etiket opgekleefd heeft gekregen, dat je dan enorm je best moet doen om eruit of ervan af te geraken. Een vakje is dus ook beperkend en een etiket vertelt vaak niet alles. Alle dichters en auteurs die ik hiervoor dus in een stijl of een stroming heb besproken, zou je dus ook vanuit andere hoeken moeten kunnen en zeker moeten durven
bekijken. Ze zijn allemaal mensen die evolueren en dingen in de loop van hun carrière of hun leven soms helemaal anders hebben aangepakt dan de manier waarop wij hen bekeken hebben. Als je dus iets van deze les onthoudt, naast de schoonheid van poëzie uiteraard, laat het dan dit zijn. Gebruik lessen, overzichten, naslagwerken, al dat soort dingen, als vertrekpunten die handig zijn onderverdeeld, maar denk zelf ook na. Zo, ik heb gesproken. Vul het bijhorende Google Form in en luister eerst nog even naar een gedicht van Roland Joris. Het is misschien wel mijn favoriete gedicht aller tijden. Minimal. Vogel wipt. Tak kraakt. Lucht betrekt. Bijna niets om naar te kijken. En juist dat bekijk ik.